Ja, dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Draaien, Willem, draaien! Zakken, Beertje! Laat maar zakken! Zakken! Als dit plan lukt, zijn wij in één klap uit de financiële zorgen met Camping. Dan lopen we helemaal binnen, dan zijn we schat, maar dan ook schat, hemeltje rijk. Dan kunnen alle bruinen naar huis gestuurd worden, want dan hebben wij de financiële middelen om er in één klap weer een mooie witte homo-camping van te maken. Dan hoeven wij niet meer te kruipen voor een allochtoon. Dan zijn we eindelijk vrij van het klemmende juk van die multiculturele integratie. Prima, Beertje, kom maar! Komt er maar uit! Is het geen lekkere, dikke poepenscheet, lekker hijsen? Het is net Litouwers eigenlijk, hè? Alleen dat kan je zingen. Nou, kom! Willem, jij kan weg. Hartstikke bedankt. Ik vind het heel erg leuk dat je dit gedaan hebt. Kunnen we er even niet bij gebruiken. Ik heb namelijk het lumineuze plan opgevat om een containertje achterover te drukken uit Taiwan. Want die zitten namelijk helemaal vol met peperdure geluidsapparatuur, plasma, schermen, LCD's en de hele rit. Noem het allemaal maar op. Die containermammoeten, die stapelen die ellende zo huizenhoog op dat ze één zo'n metalen kistje helemaal niet missen. Ja, kom maar, Beertje. We lopen dus helemaal binnen en we verkopen die troep voor veel aan bruine derden. Begrijp je wel? Ik zeg klaar is Kees en kassa. Dus kom nou toch, Beertje! Oh, wat doet u er weer lang over, hè? Kom nou toch, Beertje! Oeh, ik ben een beetje zenuwachtig. Zie je het voor je? Straks staat die plasma voor te gloeien. Ik koop misschien wel een nieuwe rundlederen broek. We lopen helemaal binnen. Mooi, Beertje. Oeh, daar gaat ie. Zo. Wat een muffe puplucht, zeg. En? Beertje boshout. Wat is dit? Dit is een blik dode Chinezen waar ik in sta. Waar zijn de LCD's? Waar zijn de plasmaschermen? Waar is de apparatuur? Ik snap het niet, want dit is die container. Hier staat blauwe container. Blauwe container. Ja. Dat is alles wat je weet. Blauwe container. Ja? Beertje Boshout, er komen hier per dag 137 miljoen blauwe containers binnen. Rotterdam is een containerhaven. En dan ook nog de grootste ter wereld. Denk jij niet dat de aanwijzing het spul zit in een blauwe container, mensen, een tikkie aan de magere kant is? Pijporgel dat je bent. Oh god, ook dat nog. Er leeft er nog één. Nou, en nou, wat doen we dan nou? Nee, ik was er al helemaal niet mee eens. Havenpolitie bellen, kom. Havenpolitie bellen. De havenpolitie bellen. Beertje Boshout, ik weet het heel goed gemaakt. Jij zet dit blik als een speer terug waar je het vandaan hebt. En voor deze pinda timmer je als de sodomieter een loempia teentje. En nou wegwezen, ja. Los, los! Loempia, please, please. Jij aan het werk, bruine kroket. Gaan jullie kamperen als de sodomieter. Zo, mevrouw van der Meer, ik ga hem even buiten zetten. Ik moet nog even stofzuigen en de ramen zemen, boodschappen halen en een afwasje doen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig. Mevrouw van der Meer? Mevrouw van der Meer? Mevrouw van der Meer? Als rechtbebaarde terrorist stuur ik jullie vaak de dood in. Dat is nooit leuk. Maar iemand moet het doen. Iemand moet het vuile werk opknappen. Ik heb de laatste tijd veel brieven van broeders gekregen die zich afvroegen... Bin, waarom ga jij zelf niet eens dood? Jij zelf gaat nooit op missie. Jij zit zelf lekker veilig op camping Pernis, terwijl er veel werk te verzetten is. Of ben je soms bang voor de dood? Is dat het? En stuur je daarom ons op pad? Broeders.
om nu te laten zien dat ik niet bang ben voor de dood, heb ik dit gemaakt. Dit is een elektrische kampeerstoel. Ja, maar het is te tijdgeleid. Als je nou denkt aan krol. Krol achterin, kon niet stuk. Je weet niet waar jullie achterbij was. Ken je nog in? Achterbij. Net met die honderden gasten. Zo zie je jankend zo voorbij zijn gaan. Dat zie je gewoon niet meer. Kom je nooit meer overheen? Dat vraag ik me ook op. Als jullie dan zingen, geen woorden maar daden. Maar je verliest elke keer. Gaat dat niet van binnen, Rotterdam? Rot dat niet van binnen. Dan word je te gek. Ik begrijp niet dat jullie niet iets aan het positiespel doen. Het is allemaal. Weet je moet gewoon nadenken, mooie balletjes. Oppas over de hele. Dat is toch voetbal? Dat is voetbal. Dan kan je toch lopen klaarschoppen de hele dag, maar dan schiet er geen kloot mee op. Dat kent toch helemaal niet? He? Er zijn gewoon nog een paar wedstrijden die liggen eruit, jongen. Dan kun je gewoon met Quick Boys kan je gaan oefenen. Dat kan leren. Ik zal u wel missen. Ja, moet het ook niet overdrijven, Beertje, hè? Ze was 84, slechte been. Zat er wel in dat ze één deze dagen het loodje zou leggen, natuurlijk. Ja, ze was wel heel erg lief. Ook eigenwijs, Beertje. Stront eigenwijs af en toe. We gaan ze een hele mooie begrafenis geven. Met een witte kist en heel veel rode rozen en vol auto's. Ho. Ze was zwaar onderverzekerd, hè? Zo'n hele stoet met allemaal toeters en bellen, dat kost een vermogen natuurlijk, hè? Nou, dus heeft het wel verdiend. Moeder hield van eenvoud. Ja, geen poeha, geen soesa, geen heisa, geen toestand. Bovendien hebben we financieel al een enorme tegenvaller gehad door jouw schuld met die containers. Ik zeg, we hebben achter nog wat planken voor de nieuwe zandbak. Als jij daar nou eens een mooie kist van timmert, hè? Lik je verf erover. Schrijf ik een mooie toespraak, dan zijn we er ook. Visite, een bakkie, plak je hotelcake erbij. Moet jij eens opletten hoe indrukwekkend dat wordt. Moeten nog wel de caravannetje leeghalen natuurlijk. Ken ik dan misschien nog wel 3 Turkse families in kwijt. 4, als ik ze een beetje economisch opstapel. Broeders, de elektrische kampeerstoel werkt zo. Als ik zo dadelijk dit knopje op ondruk, dan gaat er via de bedrading 10.000 volt door mijn lichaam, als alles goed geaard is. Dus dan moet ik zorgen dat de bedrading perfect aangesloten is. Ik heb al een beetje in mijn laken geplast van de zenuwen. Maar ja, ik ga toch de pijp aan Maarten geven. Ja, dat zeggen ze vaak in Holland. Wie Maarten is, weet niemand. Dat kan iedereen zijn. Een buurman, een verre neef van iemand of een achterneef, weet ik veel. Dat doet er niet toe. Zegt u maar. 2 lumpia's. Of nee, doe maar 17. Ik ben een beetje verdrietig vandaag. Ja hoor. Ja. Meenemen? Nee, gelijk op eten. Goed zo. Je moet goed eten, hè? Ja. Voor u het weet, bent u net zo dun als ik.
Nou. Jawel, dan valt hij van je grat af. Dat zal niet zo vaart lopen, hoor. Moet niet zeggen. Een oom van mij is overkomen, hoor. Kan raar lopen in het leven. Zo zit je in blikje met dode zus. Zo ben je economisch weer onafhankelijk. Mooi, toch? Je praat aardig Nederlands. Heb je al een uitkering? Niet nodig. Ik heb werk. 23,50. Zijn we al bij? Let op allemaal. Vandaag spelen we een typisch oeroud Hollands spelletje. Het heet Verstoppertje. Ik tel tot 110 wie niet weg is, is gezien. En jullie verstoppen je allemaal. Ja? En dan kom ik jullie zoeken. Ja? Nou, dit is de buurt. En het is de bedoeling dat je jezelf vrijbuut. Je kunt ook anderen vrijbuten die ik al gevangen had. Daar gaan we. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ja. En rondaf. Ik denk dat er een misverstand is. Hè? Fatima. Waarom verstop jij je niet? Waarom zit jij niet weggedoken in een donker hoekje? Ik ben niet Fatima. Ik ben Esme. Zij is Fatima. Ik ben geen Fatima. Ik ben Jasmin. Ik denk zij is Fatima. Nee, ik ben Leila. Ik weet niet wie Fatima is. Het kan me niet schelen wie Fatima is. Ik geef hier nu 12 weken inburgering. En zolang jullie het verdommen om die lakens uit te trekken, komen we er nooit achter wie Fatima is. En het is nog maar de vraag of ze eigenlijk wel in deze groep zit. Hoe komen jullie ooit door die douane? Hoe staan jullie op een pasfoto? Hoe verschijnen jullie voor de rechter als jullie moeten worden veroordeeld? Fatima hoeft niet naar rechter. Zij is gestenigd verleden week. Is al dood. Oh, nou. Dat is niet zo mooi. Even terug naar het spelletje. Ik leg het nog één keer uit. Vandaag spelen we een typisch oeroud Hollands spelletje. Het heet Verstoppertje. Het is niet altijd makkelijk je moeder te moeten verliezen. Al was ze dement, ze was er toch maar. En het was een goed mens. Vaak.
Ik zal een hele moeilijke tijd krijgen. Maar gelukkig heb ik Beertje om me er doorheen te slepen. Ja, Piet, Esme! Lieve moeder, je ligt nu naast vader. Ik hoop dat jullie elkaar hierboven zullen tegenkomen. Vaarwel. Ja, en Buut Jasmin! Ja, we zijn hier iemand aan het begraven, hè? Ja, en Buut Ayaan, ik zie het aan je oren! Was het een mooie toespraak? Ja, dat was helemaal goed. Ja? Dit beeldje. Weg. Alles gaat weg, Beertje. Je gaat niks lopen bewaren. Ik zet het morgen allemaal bij het trofee. Hi. Hi, my name's Char. How are you? Ja, yeah. When? Yeah. I talk to dead people. Oh. And yeah. Do you have someone in your family who's an A initial? Or do you know? Do you... Nee, jij, Beertje? Iemand met een A? Ik zou het niet weten. Nee. Or wait, an M or an M? Ja. Yeah. Als het hele alfabet gaat noemen, zit er altijd wel iemand tussen. Nou, wacht even. Een M? Marie. Marie? Ja. Marie? Ja. Marie. I got goosebumps. Ja. Yeah. It's Marie. Nou, she's my mother. She died. Yeah. We buried her today. No. Yes. No. I'm so sorry. Oh, nou, then be. Well, wait a minute. But she has a message for you. Nou. Ja. Ze is nog geen dag dood en hebben we al een boodschap. Beertje, what does she say? Is she with my father now? She's okay. She's okay. She wants you to know she's okay. That means she is in heaven? No. Zit ze in de hel? Ze zit toch niet in de hel? Oh, I'm a mensje. No. Staat ze al in brand? Is she on fire yet? Ik zal haar zo missen. Mevrouw van der Meertje was de liefste van de hele camping. Ja, ik ga haar ook heel erg missen. Ik had nooit gedacht dat ik het zo moeilijk zou hebben met afscheid nemen. Ja, ik moet ook helaas gaan. Wat? Ga je campingpen eens verlaten? Tja, ik heb niemand meer om voor te zorgen. Dus dat betekent dat ik je niet meer gezien heb? Ik ben bang van niet. She has a message for you. Not to worry, she's all right. Oh, she's all right. Yeah. But what happened? Well, she's how saying, did she die? It's really confusing. It's like, I don't understand this, but it's really, she's saying it was an unusual way of being buried. I don't know. I don't understand it exactly, but... Well, we had a very big funeral with alles erop en eraan, dus daar kan je het niet aan leggen. Yeah? Yeah. You had a funeral. I had a speech. Yeah, what did you say? Well, a lot, her whole character and everything around. Are you worried that you're gonna go to hell? Nou, breek het toch mijn vliezen, zeg. Ik ben denk ik in de kelder gevallen. Ik zie geen reet. Is dat wat? Kan iemand mij even helpen? Help! Help! Oh, mevrouw van der Meertje! Oh, mevrouw van der Meer, u leeft nog? Ja, kind, ik was helemaal vertrokken. Hoe laat komt mijn man thuis? Wat ben ik blij dat u niet dood bent, maar nu ben je begraven. Is dat wat? Wie ben jij? Oh, u bent weer helemaal de oude, wat heerlijk. Kom hier, wijfie. Is dat wat? Ik zeg, nou, een oude klare. Altijd. But he loved my baby, he loved a teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, love me baby,
your teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. So let me be your loving. Hallo, mag ik een witte wodka en een biertje voor weer? Nee, sorry, het amusement is de bar gesloten. Ik heb net mijn moeder helemaal bijna levend begraven. Ik ben wel toe even aan een drankje, hoor. Ja, dan moet je even wachten tot het amusement is afgelopen. Hallo, sweetheart. Hey. Do you have a Bacardi Coke? Ja? Ja. En zij krijgt wel. Dit is dus zeker weer typisch Marokkaans. Thank you. Dat is zaak. Daar heb ik een leuk contact mee. Misschien tot na de dood. Wie weet. Teddy Bjork. Thank you. Oh, yeah. Around you every night. Run your fingers through my hair. Come cuddle me real tight. Oh, let me be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. Bin Laden, als jij nu het kampgeld niet betaalt, dan rook ik je je put uit. Oh, ja, man. Nee, ik kom nu al 7 weken lang vragen. Oh. Nee, ik ben het beu. Bin, kom eens hier, kom eens terug. Het kan me niet schelen, al blaas je de hele wereld op. Ik wil nu €441,86 en anders pis ik je hele put vol. En dan moet je uitdienen. Nee, ik ben hier de baas op Camping Penis en bij mij wordt er gewoon betaald. En heel gauw met je kleine krentensterretje. Ik stuur Allah op je af, hoor. Hey, of erger nog, ik vertel de Amerikanen dat je hier zit. Daar draai ik mijn arm niet voor om. Ik heb Saddam ook verlinkt. Ik dien het niet echt. Oké, morgen binnetje, 8 uur bij de receptie. Moslims. Ja, typisch die homo van de meer. Zeiken over de huurtje waar je zelfmoord zit te plegen. Broeders, het is zover. Ik ga nu dood. Only fools rush here, but I can't. Don't worry, Bertha. I can see everything.